Bismillahirrahmanirrahim. Verbreekt mijn vasten op het moment dat ik ga douchen of ga zwemmen? Nee, het vasten wordt niet verbroken op het moment dat men gaat douchen of gaat zwemmen. Wat is de reden dat men dit vraagt? Uiteraard omdat men tijdens het douchen of tijdens het zwemmen water kan inslikken. Maar dat de mogelijkheid bestaat dat men iets kan inslikken, is geen reden dat het vasten wordt verbroken. Wel is het afgeraden om dit te doen tijdens de maand Ramadan. En op het moment dat je dit toch doet, let er dan heel erg op dat je op dat moment niets gaat inslikken. Een tweede punt is het water op je lichaam. Op het moment dat jij jezelf niet gaat afdrogen, zal je merken dat binnen 2 à 3 minuten je lichaam al is gedroogd. Waar is dit water naartoe? Dit is uiteraard door de poriën naar binnen gegaan. Maar dit is niet hetzelfde als dat men water inneemt door te drinken bijvoorbeeld. Omdat de poriën geen wegen zijn tot de maag, waardoor het vasten niet wordt verbroken. Walhamdulillahi rabbil alameen.